Ik ben Jelle Buning en ik speel Thomas van Zeerad in de Kerstvloed. Ik ben Kira Mossel en ik speel in de Kerstvloed Dirkje. Scène 24, close-up Dirkje, take 1. En we zijn hier op de locatie die in de film jouw boerderij was, die is weggespoeld. Ja, mijn huis. Door de storm. Jouw huis. Kan dat eigenlijk nog steeds? Wat? Dat de dijken doorbreken en dat de waterchauffeur het land opstond. Ja, dat kan nog steeds. Er zijn nog steeds zware stormen. En daarom houden ze de zeedijk ook zo goed in de gaten. Weet je wat een zeedijk is? Ja, dat zijn de dijken tussen land en zee. En er zijn ook kanaaldijken. En dat zijn de dijken tussen kanaal en land. Heel goed. En waar zijn kanalen voor? Voor de boten om het varen. En om water af te voeren naar de zee. Als het veel geregend heeft, bijvoorbeeld in de herfst of in de winter, kan het vele water via die kanalen naar de zee stromen. Wat denk je? Kunnen kanaaldijken ook doorbreken? Ja. Dat klopt. Vooral als het water hoog staat en het vele water langs de dijk naar de zee moet. Dan moeten die dijken daar wel sterk genoeg voor zijn. Daarom houden ze die ook zo goed in de gaten. Wie zijn ze? De waterschappen. De waterschappen? Ja, zo heet dat. Zij controleren of de dijken sterk genoeg zijn. En als het spannend wordt, dus bij hoog water en een storm, dan waarschuwen zij. Maar nu moet mijn paard een kerkje op. Nee, dat zou wat zijn. En tegenwoordig gaat het via de televisie. En via de radio en internet. Dus eigenlijk zijn zij Thomas van Zeerad. Van nu. Precies. Daarom klem ik u op het hart. Verhoog de dijkgelden met de helft en laat mij de dijken verhogen.